Ik hou mijn sleutels in mijn hand. Gaat hij? Waarom loopt hij niet door? Weet iemand dat ik hier ben? Elke vrouw kent deze gedachtes maar al te goed. Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met fysiek of seksueel geweld. Seksueel geweld is elke seksuele handeling die tegen de wil en zonder instemming van een ander persoon wordt gepleegd. Uit angst voor seksueel geweld mijden meisjes en vrouwen op bepaalde plekken zoals het openbaar vervoer. En gaan soms zelfs niet naar school of werk omdat de weg er naartoe niet veilig is. De gevolgen van aanranding, verkrachting en intimidatie zijn groot en kunnen verwoestend zijn voor meisjes. Ongewenste zwangerschap en onveilige abortus, hoog risico op SOA's en de enorme gevolgen voor de geestelijke gezondheid van meisjes. Als gevolg van conflicten en natuurrampen zien we uitbuiting en seksueel geweld tegen meisjes en jonge vrouwen enorm toenemen. Plan International werkt aan betere bescherming van meisjes en vrouwen. Bijvoorbeeld door gevaarlijke plekken in steden veiliger te maken en voorlichting te geven over meisjesrechten. We leren jongens hoe ze respectvol met meisjes omgaan. En we leren meisjes dat zij niet de schuldigen zijn als ze door mannen worden lastiggevallen. Overal ter wereld krijgen meisjes te maken met seksueel geweld en intimidatie op straat. Seksueel geweld tegen meisjes en vrouwen moet stoppen. Word nu donateur.